Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom. Welkom ook aan mijn gasten hier aan tafel. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. De politieke partij DENK heeft overwogen om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar nepadvertenties van de PVV te verspreiden. Het campagneteam van DENK wilde zich voor de Tweede Kamerverkiezingen met een nepadvertentie voordoen als de PVV, meldt radioprogramma De Nieuws BV. DENK deed alsof Geert Wilders opriep tot zuivering van Nederland. De advertentie is getest op buitenlandse websites, maar verder is de campagne niet doorgezet. PVV-leider Wilders vindt het verwerpelijk en overweegt aangifte. Aan tafel Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK en destijds de campagneleider van de partij. Het gaat dus om deze banner, die laten we even zien. Een online advertentie, geheel in PVV-huisstijl. Wat was het doel van deze advertentie? Nou, Geert Wilders had hiervoor een uitgebreid interview gegeven aan WNL, waarin hij zijn plan uiteenzette. Hij ging Korans verbieden, hij ging moskeeën sluiten. Deze banner, die had hij zelf gemaakt. Na 15 maart gaan we Nederland de-islamiseren. En we hadden gezien dat hij zelf een aantal keren een banner had nagemaakt, online had gezet. En binnen het team waar ik verantwoordelijk voor was, ik was uiteindelijk verantwoordelijk voor een paar honderd vrijwilligers en een campagneteam, is op een gegeven moment het idee opgevat om te zeggen van, nou, weet je, laten we eens kijken of wij dit kunnen doen. We hadden in de kopiëren van de PVV-huisstijl, maar dan met jullie eigen tekst. Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren. Ja. Dat was het idee. Wiens idee was het eigenlijk? Dat is echt, dat moet ik je schuldig blijven. Omdat in zo'n proces van ideeën, weet ik dat oprecht niet meer. Wiens idee het nou exact is. Als ik jou vraag, wie heeft anderhalf jaar geleden een idee voor zeg maar, wat is anderhalf jaar geleden, voor een item bij de talkshow bedacht, dan weet ik dat niet meer zeker. Ik weet wel dat de opdrachtnemer voor ons, voor de Big Data campagne, die was er zelf heel enthousiast over. Was u er enthousiast over? Nou, kijk, wat wij hadden was dat wij om de paar dagen hadden we een kernteam bij elkaar. En dit idee, dat werd getoetst aan een aantal voorwaarden met een team van ongeveer 10 man. En we hebben het 3 dagen later voorgelegd en uiteindelijk hebben we gezegd, dit gaan we niet doen. Dit vinden we maar gewoon. Mijn vraag was of u enthousiast was. Weet ik niet zo. Het was een creatief idee. Ik vond het op zich, in eerlijkheid, vond ik het creatief bedacht. Mm-hmm. Maar ik heb samen met de collega's gezegd van, nou weet je, dit gaat te ver. Dat gaan we gewoon uiteindelijk niet. Heeft u dat gezegd, ja. Nou, wie heeft de advertentie ontworpen? Een paar dagen later. Ik denk dat de heer Nandela die advertentie ontworpen heeft. Dat denk ik. Het idee maar, van het rijden. Maar ik zal u eerlijk zeggen, wij hebben nadat we besloten hebben dat wij hem niet gingen gebruiken een paar dagen later, omdat we dat te ver vonden gaan, hebben wij dit verwijderd. Dus ik kan hier niets van vinden bij DENK. Iemand in uw campagne heeft dit bedacht. Iemand uit het kernteam. Ja. Heeft een ontwerp gemaakt. Ja, daarvoor. Maar daar zat die meneer Nandelal ook in. Die heeft voor u gewerkt, ja. Die heeft voor ons gewerkt, ja. Die heeft uiteindelijk de banners ook getest en zou ze moeten gaan verspreiden. Die heeft in ieder geval de tweede banner ontworpen. Want er zijn uiteindelijk 2 banners ontworpen. Die tweede heeft hij zeker ontworpen. Oké, en wie gaf hem de opdracht om dit te ontwerpen? Dat ontstaat in dat team. Dus iemand bedenkt dat en op een gegeven moment ontstaat dat en dan wordt er zo'n banner ontworpen. En vervolgens maar wordt dat. De opdracht wordt gegeven, daar wordt ook geld voor betaald natuurlijk. Nee. Dus er wordt gewoon in de groep geroepen van maak het maar. Nee, want dit lijkt heel ingewikkeld, maar dit maken is niet zo ingewikkeld. En je ziet ook dat Wilders dat regelmatig doet. Hè, maar u was de campagne. Maar even voor de duidelijkheid, dit doet Pechtold met dit doet Wilders. We hebben het alleen nu over uw campagne en nee, maar partij. Wilders doet dit met Pechtold, zet dat gewoon online. Mm-hmm. Doet dat, gebruikt dat dus echt. En wij zijn in die zin een heel stuk netter. En wij zeggen van, joh, nou, dit moeten wij niet gebruiken. Dat dus is het einde van het verhaal is dat u het niet heeft gebruikt. Ik probeer het even helder te krijgen voor de kijkers thuis. Dat ze ook begrijpen waar dit over gaat. Maar dit gaat dus even voor de duidelijkheid. U was campagneleider op dit dat moment. En de idee. Opdrachten. Ja, het gaat om een idee. Is het idee. Is ook ontworpen en gemaakt. Ja, maar het blijft een en idee. En u was op dat moment campagneleider. Zeker, ja. Dus uiteindelijk bent u eindverantwoordelijk voor opdrachten die gegeven worden om iets te maken. Zeg ik dat goed? Ik ben eindverantwoordelijk voor alles wat er in de campagne gebeurd is. Juist. En wie dat dan bedenkt en wie dat gedaan heeft, die verantwoordelijkheid neem ik. U dacht op het moment dat die opdracht gegeven werd en dat dit gemaakt werd, dit is een goed plan. Ik dacht het is goed dat we dit goed checken. En dat we dit met een breder team over een paar dagen bespreken. Mm-hmm. Dat hebben we gedaan. We hebben toen gezegd, dit gaan wij niet gebruiken. Ja. En we hebben toen, en dat heb ik u ook gestuurd,
En dat wordt ook bevestigd door Nandelal. Farid geeft aan, het gaat te ver. En Farid vraagt om het te verwijderen. U heeft dit nu al vaker gezegd, en dat klopt. Dat is het einde van het verhaal. Het is belangrijk dat we de chronologie ook vastleggen. Dat we weten precies wat is gebeurd. Dat iedereen mee kan denken over wat is gebeurd. Zeker. Heeft u op enig moment dat dit gemaakt werd gedacht, dit is laster. Dit moeten we niet doen. Zeker. Dat zou kunnen. Was dat de hoofdoverweging om het niet door te laten gaan? Er was een collega die vond het smakeloos. Om het niet door te laten gaan. Dat is natuurlijk wat anders dan laster. Ja, dat kan. Een ander zei van, ik vind het gewoon niet netjes richting de partij. En een ander zei van, nou, ik kan niet leven met de tekst. En had u dat gevoel zelf ook? Ja, ik had ook wat twijfels erbij. En daarom liggen we dat dus ook voor. En daarom doen wij goede checks en balances. Uiteindelijk is het online getest. Ja, het is online getest in januari 2017... om te zien of het door de algoritmes van Google zou komen. En het heeft, zoals u zelf zei, bij de persconferentie ergens in Scandinavië online gestaan. Volgens de Nieuwsbv, dat is het programma dat dit nieuws heeft onthuld, heeft het ook in Duitsland, Turkije en Nederland online gestaan. Het is 11.000 views heeft het gehad. Iedereen die erop klikte werd doorverwezen naar de site van de PVV. Dat vond u goed? Nee, helemaal niet. Dat was mij niet bekend. Nee. Ik heb namelijk, en dat ziet u ook in wat ik u gestuurd heb, ik heb namelijk aangegeven, dat geeft de heer Nandelal ook aan, de heer Azarkan, jij gaf aan, het gaat te ver en verwijder het. En vanaf dat moment heb ik nooit geweten waar het online was. De heer Nandelal geeft aan, ik ga kijken of het online kon. Ik heb hem nooit gezegd dat hij dat ergens online moest zetten. Dus dat hij het ergens echt in een uithoek heeft gezet. Maar dat was wel waarin geen journalist het gevonden heeft, kennelijk. Er is niemand in Nederland, niemand in... Nee, maar het is 11.000 keer... Maar niemand heeft het gezien. Want anders, die journalisten zijn met Denk bezig. Die hadden het al lang bedacht. Er is niemand die het gezien heeft. 11.000 mensen hebben het vermoedelijk wel gezien. Dus nee, maar er is niemand in Nederland die het gezien heeft. Maar dat maakt toch niet uit? Nee, maar het maakt uit in hoeverre wat de intentie was. En uiteindelijk hebben wij na een paar dagen gezegd... Het moet eraf. Dat heb ik gehoord. Meneer Nandelal heeft het niet afgehaald. Nee, meneer Nandelal werkte voor u. Risico. Hij werkte voor u. Hij heeft mij niet verwittigd. Oké, hij heeft het online gezet zonder dat u dat wist. In een aantal landen. Kennelijk. In een aantal landen, dat wilde u niet. U was wel verantwoordelijk, maar dit is buiten uw toestemming omgebeurd, zegt u. Dat hij dat heeft laten staan is buiten mijn toestemming gebeurd, ja. Dat klopt. Ik heb u dat ook aangegeven. Maar de mensen die naar dit programma kijken weten niet wat u mij heeft gestuurd. Dus ik behandel het gewoon stapsgewijs. Maar daarom heb ik u gevraagd om het ook online te zetten. Om het even te laten zien, het appgesprek. Ik kan niet 6.000 appberichten laten zien. Ik neem het u door de chronologie. U hoeft geen 6.000 appberichten laten zien. U kunt lezen dat de heer Nandelal... U heeft net gezegd dat hij zonder uw toestemming dat online heeft gezegd. Dat was toch het punt wat u hier bij heeft laten staan. En anderhalf jaar heeft laten staan. Dan is dat punt en geen journalist die dat gevonden heeft. Dat doet er niet toe, maar het is helder dat u dat niet wilde. Ja. Dat is duidelijk. De bedoeling was uiteindelijk dat deze advertenties op Nederlandse websites zouden komen. Zoals nu.nl en De Telegraaf. De uiteindelijke reden dat het niet door is gegaan is omdat de partijleiding heeft gezegd, dit willen we niet. We hebben na 3 dagen als team besloten dat we dit niet goed vonden. Dus we staan hier te praten over een idee. Dan kunt u mij ter verantwoording roepen over een idee. Dat mag. En het is natuurlijk, ik roep u niet ter verantwoording. Nee, ik stel u vragen over... U heeft hier een persconferentie over gegeven. Ik stel u vragen hierover. Wilders overweegt om aangifte hierover te doen. Maar dat kan. Ja. Maar we hebben het hier over een idee van Denk. Een idee wat in een vergevorderd stadium was, dusdanig vergevorderd dat het gemaakt is en online getest is in landen buiten Nederland. Dat is meer dan alleen een brainstormsessie met een idee die iemand zomaar geroepen heeft. De afspraak die wij hadden was, en de vraag die wij hebben gesteld, kan het online? Het heeft geen zin om een idee voor te leggen wat niet kan. Ja. Toch? Dus? Heeft het zin om een idee iemand voor te leggen wat niet kan? Dus je kijkt of het überhaupt kan. Dat zou je kunnen zeggen. De Nandelal heeft gezegd, ik ga kijken of dat volgens de regels een commissie ergens in Scandinavië. En nogmaals, hij bevestigt, na een paar dagen bevestigt hij, Farid heeft aangegeven dat dit te ver gaat en je hebt verzocht om het eraf te halen. En volgens heeft hij het anderhalf jaar laten staan. En op 26 april komen er 2 journalisten, David de Wilde en Peter K., die onder valse voorwenselen, in dit geval de heer Waas, die komen mijn kamer binnenstormen. Ik zit een uur voor het debat met de minister-president over dividendbelasting. Uit beleefdheid sta ik ze te woord. Ik zeg erbij, er worden geen opnames gemaakt. Dit is geen reactie. Ik moet straks in gesprek. Mm-hmm. Ik ben net 2 dagen fractievoorzitter. En ik kom er vandaag achter dat ze een enorme belangrijke regel geschonden hebben in de Kamer. Artikel 7.5. Zonder toestemming van een fractielid mag er geen opnames worden gemaakt. Mm-hmm. Ze hebben die opname heimelijk gemaakt, 2 maanden geleden. Ze hebben ze onder de pet gehouden en ze hebben ze vandaag laten zien. En ze hebben vandaag ook een bericht gekregen vanuit de Kamer om dat niet te doen. Omdat dat namelijk tegen de regels is. Dit is buitengewoon ernstig. Dan heb ik een vraag voor u. Ja. Een leidmotief van Denk is tegen polarisatie en voor verbinding in de samenleving.
Wat is dan, hoe moet ik dat rijmen met een campagne waarin jullie een nep-advertentie plaatsen die bedoeld is om angst aan te wakkeren en verdere polarisatie in de samenleving? Hoe verhoudt zich dat tot het basisprincipe van DENK, van wij zijn tegen polarisatie en voor verbinding? Dat was dus ook een van de afwegingen om na 3 dagen te zeggen, gaan we niet doen. We vonden het ook niet verbindend genoeg. Hoe kan het überhaupt bij een partij die als belangrijkste punt heeft geen polarisatie en verbinding zo'n plan uitkomen? Omdat er nogmaals in een team van mensen wordt gewerkt en iemand stelt dat voor als reactie ergens op. En op dat moment hebben een aantal mensen gedacht dat lijkt wat. Waaronder u zelf, want u was daarbij. En we toetsen dat. Nou ja, ik was er niet bij toen dat meteen bedacht werd, maar we toetsen dat. Mm. En vervolgens zeggen we na een paar dagen, we vinden het gewoon niet zo slim. Stel dat Wilders een nepcampagne had gemaakt voor DENK. En hij dat heeft hij gedaan over Pechtold. En dan had hij online gezet. En dan had hij, ik heb het over DENK nu. En hij had dezelfde soort huisstijl van DENK gebruikt. Met een moskee erachter. En hij had gezegd, vanaf 15 maart gaan we Nederland zuiveren. Wat had u daarvan gevonden? Ik denk dat ik het ook niet zo netjes had gevonden. Dus ik denk dat ik ook blij was geweest als de heer Wilders had gezegd. Als de heer Wilders had, ga ik ook niet gebruiken. Maar de heer Wilders heeft een nepposter gemaakt van Pechtold. Heeft hij online gebruikt. Ik wil het er wel over hebben. En die mag hier een uur komen praten over zijn poezen. En ik zit hier de verantwoording af te leggen over... Een uur komen praten over zijn poezen. Nee, maar ik kom hier verantwoording afleggen over een idee. Ik geef u een gelegenheid om uit te leggen wat er bij DENK is gebruikt. Het is nooit gebeurd. Het is nooit als campagne gebruikt. Ik ben alleen benieuwd naar de motivatie binnen een partij als DENK. Je hoeft niet zo boos te worden. Nee, ik ben niet boos. Ik wil wel even uit kunnen praten hier aan tafel. Tegen mij. Omdat ik er overheen moet als je mij niet laat uitpraten. Dat is natuurlijk zo. Ik ben nieuwsgierig, oprecht nieuwsgierig naar de motivatie bij een partij als DENK, wat zegt dat ze voor verbinding zijn en tegen polarisatie, die tegen nepnieuws is. U spreekt zich zo vaak uit als partij tegen nepnieuws, nepjournalisten, al die dingen, dat u dan zelf overweegt om een nepcampagne te gebruiken. Ik probeer die gedachtegang daarachter te begrijpen. Daarom zit u hier natuurlijk. Ja, het zit in een creatief team van mensen. Okay. Mensen bedenken dat. Het wordt even uitgezocht. En daarnaast zijn er ook mensen die erover beslissen en die kijken breder en die zeggen... Heeft u spijt van het feit dat dit gemaakt is en bedacht is? Ik denk achteraf dat dat gewoon niet zo slim was, zeker. Dat is gewoon niet goed. Zou het niet een idee zijn om te zeggen, dit hadden we nooit moeten doen, sorry, zand erover. Ik denk dat achteraf gezien ben ik het helemaal met je eens. En ik ben ook blij dat we als team hebben besloten om dat niet te gebruiken. Dus ik ben het volledig met je eens. U heeft gevraagd om een fragment te laten zien. Ja. Dat heeft u zelf ook online gezet. Dat is het fragment van die partijmedewerker of campagnemedewerker waar u het over heeft. Die uiteindelijk dat is een externe die wij ingehuurd hadden. Die online getest heeft tegen uw zin in, zegt u. En ik moet het even uitleggen zodat u het begrijpt. Hij heeft aanvankelijk alle informatie geleverd aan het programma NieuwsBV. Dus alles over de achtergrond hiervan, ook alle bewijzen, zodat ze wisten dat dit is gebeurd. Vervolgens kreeg hij vroeging en is hij bij u gekomen en heeft daar aan u het volgende verhaal verteld. Even kijken. Ze zei van, ja, je vertelde me toen met die PVV-bellen en zo. En heb jij iemand, zegt hij zo heel suggestief, hè, die kan bevestigen dat DENK dat heeft gedaan, dat jij dat hebt gedaan en DENK een opdracht? Ik zeg, ja, ik ken niemand die dat kan. Ja, weet je, ze kan je niet je arrestverleden bellen, kan je niet iemand vragen, een medewerker die dat gewoon kan verklaren, bla 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 bla. Ik zeg, ja, weet je, ik zeg, A, het is niet waar, zeg maar. En B, ik zeg, ik kom ontiegelijk in de problemen. Want ja, ik heb een overeenkomst met ze gaan, zo ben ik een dag afgelopen, ben ik zo'n chude lul, zei. U bent heel boos op het programma. Zeker. Wat u net ook noemde. Maar één ding waar u het over eens bent met het programma is dat deze man een dubbelrol speelt. Hij heeft alles aan u verteld en vervolgens alles aan u. Hij is in die zin volstrekt onbetrouwbaar. Maar dat is mijn reden. En dit is de enige bron die deze twee journalisten aanvoeren. Maar hij heeft wel alle bewijzen overhandigd. Hij heeft geen bewijs overhandigd. Het belangrijkste aspect... Ik heb ze gezien. Nee, het belangrijkste aspect... Ik heb ze gezien. U kunt het 5 keer zeggen. U onderbreekt mij de hele tijd. Spreek vooral uit. Dank u wel. Het belangrijkste aspect is niet zozeer dat die banner bedacht is in ideefase. Dat heb ik meteen aangegeven, ook op de Kamer, toen op 26 april mijn kamer werd binnengestormd en er heimelijke opnames zijn gemaakt tegen de regels. Waar het om gaat is de suggestie die vandaag gewekt is door de NieuwsBV. Namelijk, DENK stond op het punt dit te lanceren. Nonsens. Dat is flauwekul. Dat zegt deze man. Dat zegt hij. Maar deze man zegt hier dat David van de Wilde en Peter K. hem onder druk zet om iets te verklaren wat er niet is. Maar eerst heeft hij bewijs aan hun overhandigd. Hij verandert zijn verhaal. Maar is hij hier betrouwbaar of niet? U voert hem op als bewijs dat Peter K. en zijn collega's u onder druk hebben gezet. Nee, ik voer hem hier op. En dat heb ik ook, dat heb ik namelijk op 26 april al tegen de NieuwsBV verteld. Tegen BNN Vara, tegen directie. Deze man vertelt een gek verhaal. En de vraag is, niet zozeer wat je doet op basis van de onderbouwing en de bewijzen. Want deze man beweerde eerst dat wij ervoor betaald hadden.
zo'n 5000 euro gaan. Dat was voor de campagne die wij online hebben gezet. Ik moet eerlijk zeggen... Maar zegt onzin. Het gaat om de bewering. Ik kan hier niet gaan bewijzen of u gelijk heeft of hij gelijk heeft. Iemand, maar daarom is hij toch onbetrouwbaar. Hij gaat ook aangifte doen omdat u hem heimelijk heeft gefilmd. Dat mag. Maar dat terzijde. Maar hij is de enige bron. Maar waar het om gaat is, u heeft ook toegegeven dat u die campagne bedacht heeft. Maar daar gaat het dat er stap. Jawel, daar gaat het wel om. Nee, dat is het enige waar ik naar vraag. Het is een idee van Denk. En als het als een idee wordt gepresenteerd, zou u is het opnieuw iets overwegen om een nepcampagne. Ik moet ook een punt kunnen maken. Zou u opnieuw overwegen om een nepcampagne te voeren om een punt te maken? Dat denk ik niet. U laat ruimte open dat het nog kan. Nee, dat lijkt mij volstrekt niet verstandig. Want wat was het doel geweest uiteindelijk als het wel... Ja, maar u komt er weer op. Dit gaat over hoe journalisten te werk gaan. Nee, dit gesprek gaat over wat Denk doet. Als ik die journalisten had willen spreken, dan hadden ze hier aan tafel gezeten. U kent, en dat werd ook door de VARA bevestigd. Die geven aan, één bron is geen bron. Dit is de enige bron. Deze meneer komt een uur bij mij praten en die beweert van alles. Meneer Azarkan. Deze meneer beweert van alles en daarmee is hij onbetrouwbaar. Dus of hij liegt hier... En daarmee is het namelijk buitengewoon onverstandig. Als ik hem helemaal wegdenk. Hem helemaal wegdenk, dan blijft overeind dat u als campagneleider erbij was toen dit een nep-advertentie namens de PVV met deze tekst, bedoeld om te polariseren en angst aan te wakkeren, is bedacht. Dat is helemaal niet waar, dat is uw intentie. Dat is helemaal niet waar. Een Holocaust-referentie voor de gezelligheid? Nee, dat hebben wij niet gezegd. Dat staat er toch om Nederland te zuiveren. Dat is uw intentie. Dat is wat u hier leest. Dat is niet mijn intentie. Maar dat is dus wat de heer... Wacht even, ik woon al 15 jaar niet meer in Nederland. Maar Nederland zuiveren is hele duidelijke taal. Neem dan de verantwoordelijkheid. Je was de campagneleider. Zeg dan de buck stops with me. Om even iets aan heel Amerikaans te zeggen. Heb ik niet gehoord. Ik heb dat aan tafel gezegd. Ik zit nu al een kwartier te luisteren. Dat heb ik helemaal niet gehoord. En het gooien op journalisten, dat is wel heel makkelijk. Nee, maar journalisten... Mijn president doet dat ook de hele dag. Nee. Dit gaat niet over... Ik heb hele goede contact met journalisten. Ik heb goede contact... Dat blijkt niet uit dit gesprek. Met de heer Kay. En ik heb regelmatig ook items met ze gemaakt voor de nieuwsbv. Daar gaat het om. Mij gaat het om de suggestie, nogmaals. Niet dat dit bedacht is door Denk. Dat heb ik aangegeven en meteen gezegd op 26 april. Dat ik meteen toegeven. Ja, maar dat gaat ook een beetje op een bierachtig of van, daar is mij niet van bekend. Jawel, want de eerste 10 minuten van het gesprek ging het alleen maar daarover. Maar, je zat te draaien, je zei van... Nou, u lijkt Eva Jinek wel. Ik ben helemaal niet Eva Jinek. Ik zit hier gewoon aan tafel te luisteren naar dit programma. Ik ken niet eens de partij Denk. Ik woon in Amerika, ver weg. Maar dit klinkt een beetje als Cote & Bie. Draai komt het, daar is mij niet van bekend. Dat had ik niet bedacht. U bent veel te jong voor Cote & Bie, Denk. Nee, ik ben ouder dan je denkt. We gaan het afronden. I'm getting very old. Ja, het blijft om een idee. Het gaat dus om een idee. Een idee wat u gaat, online heeft gestaan. Maar u zegt, dit gaan we in ieder geval niet nog een keer doen. Nee. Dank voor uw komst. Straks, chef-kok Joris Beidendijk over de 50 beste restaurants van de wereld. Ook voor koken geldt, jong geleerd is oud gedaan. En daarna krijgen we een lamskoteletje. Met wat hummus, paksoi. En dan komt een pestootje bij. En daarna dus het lekkere crème brûlée. Hoe oud ben je daar? Ja. Jeetje, dat is denk ik 18 jaar geleden of zo. Toen was je 4. Dankjewel. Ja, ik zie de jongen. Heel jong. Ander nieuws van vandaag. Vroeg met pensioen gaan wordt steeds meer luxe. Sinds het afschaffen van de FUT en andere vroegpensioenregelingen werken lager opgeleide gemiddeld bijna een jaar langer dan hoogopgeleide. Ze kunnen een uitgebreide oude dag simpelweg niet betalen. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik vind het niet eerlijk. Waarom krijgt hoogopgeleide meer kans als de mensen niet minder geleerd hebben, toch? Dat vind ik gewoon klinkklaar belachelijk. Kom op zeg. Het slaat nergens op dat een timmerman of een metselaar langer moet doorwerken als iemand die advocaat is. Kom op. Voor de mensen persoonlijk is dat waardeloos natuurlijk. Prepensioen is ook weg. Dus wat dat betreft hebben ze helemaal niks meer. Dan heb je nog, als je 80 wordt, heb je 13 jaar om nog vrij leuk bestaan te hebben. Maar nee, dat is zelfs te kort. Wat vindt Denk hiervan? Nou, ik sta net te lezen wat meneer Baudet heeft gezegd, maar dat is iets anders. Ja, dat is dus voor mij, voor hierna. Ik kijk op de autocue. Dat geeft niet, kan gebeuren. Ik heb de vraag gesteld aan de minister of hij het rechtvaardig vond dat een minister er 2000 euro bij krijgt en een timmerman 300 euro. Dat vond hij niet, maar zo doen we het wel. Nee. En wordt dit een speerpunt van jullie? Wij zetten hier hard op in, ja. Gisteravond werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over nepnieuws. Thierry Baudet van Forum voor Democratie wordt tijdens het betoog geïnterrumpeerd door de VVD. Na een moeilijke vraag heb je soms even bedenktijd nodig. Ik vind dat een weerman moet praten zoals ik dat wil. En ik vind dat het nieuws vooral moet uitzenden wat ik wil. Dat is wat op dit moment in ieder geval gehoord wordt. De heer Baudet. Dus als dat niet correct is, zou ik dat graag gecorrigeerd willen zien. De heer Baudet.
Nou, dan ga ik naar de heer Snelle. Nou, maar waarom gaat het nou zo? Dat begrijp ik niet. Zij vroeg toch iets? Ze zei toch iets? Ik wilde erover nadenken. Ja, daar kunnen we nog eventjes 1 minuut over nadenken en dan reageren. Dat is toch... Ja, toch... dat mag, als het kort is. Ja, prima. De meeste mensen hier hebben natuurlijk alles al met voorlichters zozeer dichtgetimmerd dat ze niet meer aan het denken worden gezet door vragen. Ja, het is goed. Ik vind het prima. Om even, dit nee, is wel een heel interessant punt. Nee, we gaan... ik stel voor dat... Sorry, dat is een beetje vreemd. Goeie zaak toch, Charles, dat hij even wil nadenken? Ja, dat zou vaak. Sorry, vaak moeten doen. Dank je wel dat je dit aan ons wilde vertellen. Jullie allemaal heel erg bedankt. U thuis bedankt voor het kijken. Morgen ben ik weer heel graag. Tot morgen. Joris, dank je wel. Uitzending bijwonen, dat kan. Ga naar evajinek.nl.